BNR Nieuwsradio. Tom van het Hek. De VVD zou schoon schip maken. Geen partijleden meer die in verband kunnen worden gebracht met fraude. Maar een enthousiaste fondsenwerver en oud-statenlid in Drenthe blijkt op frauduleuze wijze bijna 7 ton te hebben buitgemaakt. Blijkt uit onderzoek van het Financiële Dagblad. Vasco van der Boom. Van der Boom dook in de politiek en financiën van de Drentse VVD. Vasco, goedemorgen. Het gaat over Bertolt Ziengs. Wat is de beschuldiging tegen deze fondsenwerver? Ja, het Openbaar Ministerie verdenkt hem van belastingfraude, vastgoedfraude, witwassen, vervalsen van documenten en facturen. Een hele waslijst en de buit zou 7 ton hebben bedragen. Ja, een fors bedrag. Even de relatie Ziengs-VVD, hoe zit dat? Ja, Ziengs is een prominente liberaal. Hij is 3 keer campagneleider geweest voor de VVD in het noorden van het land. 1 keer ook bij Tweede Kamerverkiezingen daar. Hij is lid van de Provinciale Staten in Drenthe geweest, tot aan de fraudeverdenkingen voor het eerst uitkwamen. En hij is nu nog steeds bestuurslid van een belangrijke lobbyclub van de VVD, de Club van 100. En daar is hij bestuurslid nog steeds van, want de VVD een inval bij Ziengs. Hij trad toen terug als statenlid, maar blijkbaar is niet alles boven water gekomen of zo. Want hoe is dat te verklaren? Nou, toen de inval van de VIOD bij Ziengs bekend werd 2 jaar geleden, toen is hij afgetreden en toen verzekerde hij dat maar 1 van zijn bedrijven betrokken was bij een mogelijke fraude. Nou, dat hebben we nu ontdekt dat dat niet waar is. Al zijn bedrijven zijn betrokken bij de verdachte financiële transacties. En wat hij toen ook eigenlijk heeft gelogen is dat hij zei, ik zal niet meer actief zijn voor de VVD. Nou, het tegendeel is waar. Hij is gewoon bestuurslid van een belangrijke lobbyclub van de VVD en een fondsenwerver. Nou, is niet de eerste VVD'er die in opspraak komt in een dergelijk traject. Rutte zei, ik ga een streng integriteitsbeleid voeren in mei. Hoe is het allemaal mogelijk dat dit dan nu weer het zoveelste hoofdstuk in die hele serie is? Kijk, de VVD'ers weten het wel. Dat ze dus eigenlijk met een fraudeverdachte in hun fondsenwervingsclub zitten in het bestuur. Maar het kan ze kennelijk niet zoveel schelen. Kijk, van diezelfde club is bijvoorbeeld een Tweede Kamerlid voorzitter. Dat is de broer van Ziengs. De staatssecretaris van Justitie is dit voorjaar bij de club van Bertolt Ziengs op bezoek geweest. Komende zaterdag de fractievoorzitter in de Tweede Kamer van de VVD, die bij de club van Bertolt Ziengs op bezoek gaat. Dus ja, ze moeten het weten en ze weten het ook, maar ze vinden het niet zo'n punt. Kortom, zich verschuilen achter we hebben het niet geweten, dat is onzin. De VVD is volledig op de hoogte. Ja, maar hun argument, of hun verdedigingslinie is van, ja, maar die lobbyclub, die fondsenwervingsinstantie, die staat echt helemaal los van de VVD. Nou, dat is larikoek. Het is gewoon een VVD-organisatie. Vasco van der Boom van het Financiële Dagblad, dankjewel.